Haar bijnaam was het meisje met het rode haar. Zo stond zij bekend. Ik ben Rianne, ik ben 16 jaar en ik vind het verhaal van Hanni Schelft echt heel erg belangrijk. Wat bijzonder aan haar was eigenlijk dat zij toen zij al heel jong was, een jaar of 10, was ze eigenlijk al met hele serieuze onderwerpen bezig. Maar ze was zich al heel jong bewust van eigenlijk onrecht ook in de wereld. Het is heel moedig wat Hanni gedaan heeft, want als ik dingen nu zie op straat of op school of gewoon in de samenleving, als er dan iets gebeurt, merk ik meestal dat mensen stil zijn en niet voor andere mensen opkomen. Dus vind ik het heel knap en moedig dat Hanni dat wel deed voor andere mensen. Leuk je te ontmoeten. Ja, insgelijks. Een meisje met rood haar. Ja. Als je ziet hoeveel mensen hier nu eigenlijk liggen. Dus en één vrouw, dat weet je. Het zijn allemaal mannen hier. Ja, ik zag het inderdaad. Ja. In de oorlog toen zij studeerde in Amsterdam, zij studeerde rechten, had ze twee hele goede Joodse vriendinnen. En ze merkte dat die door regels van de Duitsers, dat die steeds minder mochten. En dat ging zo tegen haar rechtvaardigheidsgevoel in. Zij vond echt, ik moet wat doen. Als je nu niet vaak voor mensen opkomt, dan is het natuurlijk extra opvallend aangezien Hanni dat dan wel deed in de oorlogstijd. Terwijl het dan veel heftiger was, dat er veel ergere dingen konden gebeuren als je het wel deed dan nu eigenlijk. Ze was echt ervan overtuigd, dit klopt niet, dit gaat de verkeerde kant op. En toen zij in de oorlog uiteindelijk in het verzet is gekomen, waar ze ook opviel, ook uiterlijk, omdat het een meisje met het rode haar was. Toen was het eigenlijk heel logisch. Ze had zo die overtuiging, ja, dan ga je in actie komen als er een bezettingsmacht is. En als je Joodse vriendinnen worden buitengesloten. Meestal zijn er mannen in de geschiedenis die zulke stoere dingen doen. Maar dit keer was het de vrouw en dan toevallig met rood haar. Want ja, in het dagelijks leven, als je rood haar hebt, val je gewoon wat meer op. Want ja, mensen zeggen altijd, yo, jij bent degene met rood haar. Dus dan weet ze direct wie je bent. Dus ze heeft tijdens de oorlog, toen ze al in het verzet zat, heeft ze haar haar geverfd. Als je dan naar het nu gaat, hè? Wij wonen in vrede. Zij kwam echt voor mensen op en ik meestal zie dat nu niet echt meer in de samenleving. Zij kwam in actie, zeg maar, toen het er echt om ging en dacht minder na over wat de persoonlijke consequenties vervolgens voor haar waren. Of die waren minder belangrijk voor haar. Ik vond het heel bijzonder aan Hanni Schelft dat ze echt het verschil probeerde te maken. Ik denk zeker dat mensen daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Ik vind het zo belangrijk dat met name jongeren deze boodschappen horen. Dat je weet dat dit gebeurd is, maar dat je ook weet dat het gewoon heel relevant is. Het gaat om het nu. Wat doe jij als er iets verkeerd gaat? Waar kom jij voor op? Soms is het echt belangrijk om die volgende stap te nemen. Dat eerste stapje kan veel belangrijker zijn dan je zelf denkt. Omdat mensen ook naar elkaar kijken. Dus als je het goede voorbeeld geeft, he, dan volgen anderen je daarin ook. Ja. Dus, en daarin was Hanni denk ik heel sterk. Maart 1945 is zij opgepakt. Toen zij uiteindelijk in haar laatste cel in Amsterdam zat en ze moest de haren wassen. Zwart werd op een gegeven moment rood. En toen wisten ze Duitsers, we hebben beet. Maar tot het laatst toe heeft ze gestreden en zij heeft eigenlijk nooit spijt gehad van wat ze heeft gedaan. Eigenlijk is het heel mooi, moet ik zeggen, dat ik nu in 2022 weer met een jong meisje met rood haar staan, die er absoluut alles aan wil doen om ook een klein beetje haar steentje bij te dragen om die wereld wat mooier te maken.